En we starten weer vanaf onze vertrouwde plaats hier bij Tankstation Essel Hollandseweg. Hoe? Leuk auto trouwens, die gaan we volgen. Tesco Zwolle hier namens Kasper. Welkom bij de nieuwe tour Rondje Zwolle. We zaten een beetje in twijfel, wat zou ik gaan doen? En ik had in eerste instantie had ik het idee van oké, we gaan Zwolle, Deventer, Twello en dan terug via Apeldoorn naar Zwolle toe rijden. Maar ik vond toch dat het stelt alweer eigenlijk allemaal provinciale wegen. Terwijl we hier trouwens het onder krijgen. En daar aan de linkerkant zie je nog het zorgspectrum met zand liggen. Dus ik heb ervoor gekozen om een beetje rondom Zwolle te blijven. En we hebben al een keer eerder een tour gemaakt. Rondom Zwolle enzovoort. Maar nu maak ik er echt gewoon een leuke tour van. Video's van ongeveer een kwartiertje per week komen nu voorbij. Komen langs leuke plaatsen. Ik heb ook wat leuke vlogjes erbij gemaakt. Ook wat leuke video's met de GoPro. Dus ja, het is een soort dashcam video / vlog / ik spreek me in. Dat kun je nu horen trouwens, dat ik nu weer wat inspreek. Dus het is een beetje een leuk toertje. En deze video zal onder nabij tot de maand april doorlopen. Zal hier trouwens de tunnel onder doorgaan. Trouwens, de voor je ligt trouwens de Hollandse weg. En dan na deze tour gaan we beginnen dus met de tour naar Texel. Dat wordt weer een leuke tour. Goed. We rijden hier momenteel op de Aalvangersweg. Als je nu kijkt en denkt van, dit komt me erg bekend voor. Terwijl we hier trouwens zit het pand van Dingering. Hier woont de familie Dingering. Ja, zeker wees. Zeker weten. Dit komt me erg bekend voor. Dat klopt. Ik heb deze al een keer eerder gereden. Dat was toen de weg naar het Gemaalweg. Daar gaan we nu ook weer heen. Maar we gaan dus door. Het stopt niet bij de Gemaalweg, maar we gaan dus nu door. We gaan dus nu eerst naar het Gemaalweg. Het was trouwens die dag prachtig mooi weer. Wel een beetje aan de frisse kant. Gaatje of 7 uur. Maar het was al prima tour weer. En zo maakt toch de dashcam, denk ik in mijn ogen, toch wel de mooiste video. Hier staan nog wat leuke pandjes hier links en rechts. Die ik niet kan betalen. En ik denk de meeste mensen die denk ik. Hier gaan wij de plas over. Dat is bij het Almeloos Kanaal. Dat moet ik nog niet aan. Zo, en weer terug. Hij zit nu op de Aalvangersweg. Links kun je trouwens niet heen, dat is een doodlopende weg. Kun je nog wel langs met de fiets. Niet met de auto. Aalvangersweg, hier komen trouwens ook veel mensen die een hengeltje gaan uitgooien. Oftewel de vissers. En hier staan ook heel veel auto's met gigantische grote tailenders. Oftewel, die zijn de vogels hier aan het fotograferen. Hier komen veel vogels hier. Er zijn veel vogelsoorten hier. Ik meen dan dat hier over het algemeen ook veel wilde, witte reigers hier zitten. Nou, ik heb ze nog nooit gezien. Maar ik heb hier ook wel eens een keer wat jachtvogels hier gezien. Dus het is wel een mooie plek voor als je graag naar wat vogels wil gaan kijken. Ja, dan is dit wel de plek. Alleen je moet oppassen, de werkjes zijn behoorlijk krap. En het is lastig met plezier. En je moet hier ook niet rijden als het regent, want dan zit je hele auto helemaal onder het zand. Dan is hij gewoon zwart. Mijn auto is momenteel nu ook gewoon zwart. Ja. Binnenkort een keer wassen. Deze weg sluit aan op de Zutphummerweg. Ga je nou naar rechts toe, ga je weer naar de Hoofdweg N337. Ga je hier nou rechtdoor, ga je naar Laag Zutten. Wij slaan hier af. Nu zitten we op de Gravenweg. En daar voel je hier een klein rijtje bommen. Zie je een klein rijtje staan. Daar gaan we nu naartoe. Daar is de Gemaalweg. En daar zit ook een parking. En daar maken we ook even een kort vlogje. Komt de razende reporter Kasper Bossek even door beeld heen. Jawel. Weer een nieuw item hier in mijn dashcam video's. En we eindigen deze eerste rit naar het Gemaalweg
met wat leuke foto's en video's van de locatie. Zodat je ook kunt zien, ja, leuke plek om ook eens heen te gaan. De Gemelweg kun je ook dus parkeren. Ik leg het zo meteen even uit. En daar kun je dan eventueel ook fietsen, wandelen, hardlopen met de hond uit. Je kunt hier toch wel leuke dingetjes doen hier. Ja, en wat ik al zeg, je kunt ook hier ook vissen. Neem de camera mee, kun je foto's op de foto, kun je vogels op de foto nemen. Zo moet die. Oftewel, mooie stek om even een beetje tot rust te komen, zo moet ik zeggen. Ik wil ook even aangeven die lucht daar. Ik vind het echt super mooi dit. Echt beautiful. Oké, hier draaien wij de Gemelweg op. Dat is nog een klein gramaaltje trouwens. Daarom heet het ook de Gemelweg. Goh, ja, stikkers. Het gemaaltje zit zelfs meteen aan de rechterkant. Kijk, dan zie je het gemaaltje al verschijnen. En ik stap hier even de auto uit. Ik zet hem hier even aan de kant. En dan komt even de reizende reporter. Kasper komt even voorbij. En die gaat je even uitleggen wat er hier dus te doen is. Hier komt die. Hier, Simosink. Komt die. Eerste stop van de tour is hier op een prachtige kleine parkje op de Gemelweg. Dat is het gemaal wat er staat. Ja, het is gewoon net om al om een beetje te zijn. De parking is helaas wel zand. Dus je moet er komen als het geregend heeft. Dan zit je met je poot in de bloes, om te zeggen. Gemalweg. Goed plekje om te komen. Hier, net buiten Zwolle. Dat was onze razende reporter Kasper. We eindigen met wat foto's en video's van deze locatie. Ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video. Laat een duimpje achter. Geen even om te abonneren. En volgende week gaan wij verder met deze tour. Ik zeg voor nu de groeten doedels en een dikke dag. Doei!